Ging wel goed. Ik ben gistermiddag hier gekomen. Iedereen was echt leuk, aardig met mij. Doel de staf, spelers. Dus viel mee. Ik ben blij om hier te zijn. Ik heb echt een goed gevoel. Ja, je hebt eerder in Nederland gespeeld, bij de Graafschap, bij Utrecht en bij Go Ahead Eagles. Utrecht de langste periode. Daarna zijn we je even kwijtgeraakt. Waar heb je daarna gezeten? Ik ben in Frankrijk, een club van de eerste divisie. En we gingen vorig jaar degraderen. En het was Vannes. De naam van de club is Vannes. Het zit in Bretagne, in de westkust van Frankrijk. En sindsdien zit je zonder club. Is dat deze zomer? Ja, ik ben transfervrij sinds 30 juni. Ja. En waarom ben je daar niet gebleven? Wat was daar de reden van? De club ging naar de derde divisie. Dus ik had zelf geen zin om te blijven. Dus ik was op zoek naar een club met een goede uitdaging. Het lijkt me dat Sparta dit seizoen. Even een goede uitdaging, want ze willen promoveren. Dat lijkt me wel iets goed voor mij. Om misschien in deze ploeg te kunnen spelen en een ploeg helpen om naar de Eredivisie te gaan. Ja, want je moet je deze week eerst bewijzen, hè, om aanmerking te komen voor een contract. Heb je daar een goed gevoel over? Ja, ik denk dat. De meeste van de mensen van de staf kennen mij al, maar ze hebben mij 2 jaar niet gezien. Dus het is wel logisch dat ze willen zien hoe fit ik ben. Hoe fit ben je eigenlijk? Ja, ik denk dat ik ben conditioneel nu niet 100%. Dat is zeker. Maar ik heb wel ook gewerkt, weet je, de laatste maand met de andere ploeg. Dus ik begin helemaal niet van nul. Want je hebt al andere clubs stage gelopen, ben je al proef geweest, maar dat is op niets uitgelopen. Ja, ik bedoel, het was wel in het buitenland. En ik had zoiets van, ik heb nog mijn huis in Nederland. Ik ken het kampioenschap hier. En ik zeg, als ik niet in Frankrijk blijf, dan wil ik terug naar Nederland. En ik was ook eigenlijk weg, omdat voor het privé reden. Mijn dochter had een gezondheidsprobleem, dus daarom had ik mijn contract gebroken. Maar voor de rest, ik bedoel, ik voelde daarvoor goed in Nederland. En natuurlijk, ik was lang in Nederland, was ook moeilijk voor mijn gezin. Maar ja, ik bedoel, ik heb een goed gevoel over en ik zou graag hier willen spelen. En nog, de eerste wedstrijd dat ik in Nederland heb gespeeld was hier in deze stadion met de Graafschap. Oh, echt waar? Oh, dat is ook wel grappig inderdaad. Ja. Bij de Graafschap heb je gezeten, daar begon je in Nederland, vervolgens Go Ahead Eagles. Utrecht, waar heb jij de leukste periode, de mooiste periode gehad? Ja, ik bedoel, ieder club heeft zijn charme. Toen ik in Nederland kwam, het was mijn eerste jaar, dus alles was nieuw voor mij. We hadden ook een uitdaging, was te promoveren, dat hebben wij gedaan. Dus ik heb een goede herinnering vandaag. Go Ahead is ook. Ik heb echt een leuke tijd hier gehad, met een leuke groep. Dus ik heb gezegd dat mijn hart was. Toen die tijd dat was rood en geel. Dus ik heb echt een leuke tijd daar gehad. En Utrecht was. Is de topclub dat ik hier heb gespeeld. En de sfeer was echt ongelooflijk daar. Dus. Een enorme achterban. Sorry? Een enorme achterban, supporters. Ja, enorm. Ja. Maar in de club dat ik waar ik heb gespeeld, heb ik goede herinneringen. Dus. Kan je uitleggen voor de mensen die je niet zo goed kennen, wat voor voetballer ben jij? Ja. Ik kan niet zo veel over mezelf praten. Ik bedoel, als je mij wil zien, dan mag je wel op het trainingsveld komen kijken. Dus ik ben een aanvaller. En klaar. Voor de rest, ik kan niet. Ja. Sparta, ken je nog jongens van Sparta, vanuit je verleden in Nederland? Ja, een paar spelers. Ik ben misschien de naam kwijt, maar als ik de gezicht zie, dan
En voor hen wel ook. Dus ja, ik ken wel een paar jongens. Ik heb wel een paar jongens hier gespeeld. Dus ja, het is wel leuk om oude gezicht te zien. Ja, als je in aanmerking komt voor een contract, je weet wat de doelstelling is van Sparta, hè, komend seizoen, of dit seizoen. Ja, daarom ben ik geïnteresseerd. Ik bedoel, spelen om te spelen of vrienden moet je wel een echte uitdaging hebben. En ik denk dat na wat is gebeurd vorig jaar in mijn club, is wel iets dat, dat ik wil doen. Je bent nu 30 en je bent nog zonder club. Ben je een beetje bang dat je zonder club blijft ook? Want dat zou kunnen natuurlijk. Ja, het is een heel aparte situatie. Want, nooit eerder meegemaakt? Nee. Het is, ik moet ook zeggen dat het ook een beetje eigen schuld is. Omdat ik heb wel een paar aanbiedingen gehad. Maar ik dacht, ik ben transfervrij en ik wil de beste keuze maken. En toen had ik, als ik niet een goed gevoel heb, dan ga ik niet tekenen. Je loopt wel een risico dat je misschien uiteindelijk dat je geen club hebt, maar ik wil niet ergens tekenen waar ik niet wil spelen. Dus daarom heb ik gewacht en maar ik hoop dat het hier gaat lukken, omdat ik heb echt zin om hier te komen. Ja, dus bij Sparta heb je wel een heel goed gevoel. Ja, dat zeker. Ja, sowieso wel. Ja.